Hoi allemaal, welkom bij FEM. Zoals jullie wel gemerkt hebben, hebben we weer themaweek. En deze week staat het thema zomer centraal. En we maken dus allemaal video's rondom dat thema. En ik dacht, nou, zomer, wat ga je dan doen? En toen dacht ik, iedereen trekt natuurlijk zijn bikini aan. En ik kan me heel goed voorstellen dat je zoiets hebt van, ik wil mijn bikini niet aan, ik vind dat vervelend. Nou ja, je kent het wel. Ik denk dat geen enkele vrouw het oprecht leuk vindt om in haar bikini naar buiten te gaan. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een video maken waarin ik wat tips geef hoe je je beter kunt voelen in je bikini. Ik heb het trouwens in deze video deed het over bikinis, maar het gaat gewoon over badkleding in het algemeen. Mijn eerste tip is dan ook om gewoon echt een bikini uit te zoeken waar je je goed in voelt. En het is heel erg logisch, maar het is zo lastig om een goede zwemoutfit te vinden, vind ik in elk geval. En ik was heel erg lang zelf op zoek naar een goede bikini en ik kon niks vinden waar ik me gewoon echt happy in voelde. En toen dacht ik, weet je wat, ik koop een badpak. En dat klinkt misschien heel stom. Ik dacht altijd van, nou, badpak ben ik veel te jong voor. Dat is voor oude mensen, om het zo maar heel eventjes te zeggen. Maar ik ben erachter gekomen dat er eigenlijk best wel veel sexy badpakken zijn, om het zo maar eventjes te noemen. En ik ben echt heel blij dat ik het heb gedaan. Ik ga hem niet aantrekken, dat vind ik dan weer net een beetje te ver gaan voor YouTube. Maar ik heb deze. En deze is van Saf. En ik heb hem denk ik een jaar of twee, drie geleden gekocht. En hij heeft gewoon mooie voorgevormde cups. Hij zit super mooi. En als ik deze aan heb, dan voel ik me echt heel erg goed. Stel je hebt bijvoorbeeld een wat grotere cupmaat, dan is het heel erg moeilijk om een passende bikini te vinden. Ga dan vooral niet voor van die bandeau bikinis die alleen maar zo zitten zonder bandjes. Strapless is dan niet je beste vriend, geloof me. Waar je dan ook mee moet uitkijken is dat je geen niet van die driehoekjes doet, weet je wel. Van die triangel bikinis. Dat staat vaak bij een grotere cupmaat ook niet heel erg mooi. Als je wat kleinere borsten hebt, dan heb je natuurlijk sowieso van die push-up bikinis. En dan zijn juist triangels en bandeau bikinis wel heel erg mooi. Dus er zijn allemaal opties. Maar probeer iets te vinden waar je echt heel erg goed in voelt. Ik heb deze trouwens ooit gekocht bij de V&D. En daar hadden ze echt verrassend veel mooie bikinis. En je kunt natuurlijk gewoon naar de standaard dingen van H&M. Maar die vind ik zelf nooit heel erg mooi zitten. Hunkemuller heeft trouwens ook nog wel eens wat leuke dingen. En stap ook gewoon eens de lokale lingeriewinkel binnen. Want geloof me, daar kunnen ze ook echt hele mooie dingen hebben. Mijn ultieme tip om je beter te voelen in je bikini is om zelfbruiner te gebruiken. En dat maakt zo'n gigantisch verschil. Ik heb al eerder in een video verteld, ik heb niet zoveel moeite met mijn blanke huid. Maar het is gewoon zo dat als je huid ietsje donkerder is, dat je er gewoon net wat slanker uitziet. Dat bepaalde putjes en oneffenheden en zo net wat minder opvallen. En dat bijvoorbeeld stel je hebt al een beetje spiermassa, dat het ook al mooier uitkomt. Daarom zie je ook heel vaak dat bodybuilders en fitnessmodellen altijd heel erg gebruind zijn, omdat dan je spieren het mooiste uitkomen. Zelfbruinen maakt gewoon een enorm verschil. En ik merk gewoon zelf dat ik me dan altijd een stuk beter voel. Ik liet al even in mijn vorige video was dat. Ja, mijn vorige video was dat. Liet ik deze al zien van Saint-Tropez. Echt een fantastische zelfbruiner. Toen wist ik trouwens niet waar je hem kon kopen. Maar ik was gisteren in River Island en daar zag ik ze staan. Daar kun je ze sowieso vinden. En L'Oréal en Yves Rocher hebben ook fantastische zelfbruiners. Dus daar kun je sowieso kijken. Begin gewoon met je huid goed scrubben. Gebruik daarna een hele goede body lotion. En de dag erna kun je gewoon zelfbruiner gebruiken. En dan zul je merken dat je zo min mogelijk vlekken en strepen hebt. Het is nu misschien een beetje aan de late kant om nog helemaal in tip-top shape te komen voor de zomer. Maar er zijn nog wel een aantal dingen die je nu nog last minute kunt doen. Laat ik beginnen met voeding, want dat maakt een enorm verschil. Ik merk zelf dat als ik bijvoorbeeld veel koolhydraten eet, dan heb ik het echt over dingen als pasta of veel brood, dat mijn lichaam daardoor vocht vast gaat houden. En ik ben absoluut een groot voorstander van koolhydraten. Ga ze alsjeblieft niet uit je menu schrappen, want dat is echt niet goed voor je. Maar het is wel aan te raden om de dag voordat je je bikini aan moet, om dan dus zo min mogelijk koolhydraten te eten. Als je ze eet, eet ze vroeg in de dag en niet 's avonds nog vlak voordat je gaat slapen, want het maakt echt een enorm verschil. Als ik een dag pas 's ochtends alleen maar koolhydraten eet en de rest van de dag wat minder en ik kijk de volgende ochtend in de spiegel, dan merk ik dat mijn buik echt een heel stuk platter is. Verder zijn er nog wat voedingsmiddelen die je kunt eten die ervoor zorgen dat je niet al te veel vocht vasthoudt en ook dat je het vocht dat je vasthoudt, dat je dat een beetje kwijtraakt, het overtollige vocht. Dat is ook heel belangrijk. Wat je dan bijvoorbeeld kunt eten zijn bananen. Er zit kalium in. Dat helpt ervoor. Selderij, bleekselderij. Heel erg goed.
komkommer, dat zijn een aantal dingetjes die heel goed werken. Sowieso vrijwel alle rauwe groenten hebben dat effect. Let er ook op dat je zo min mogelijk zout eet. Ook dat houdt weer vocht vast, waardoor je er net wat meer puffy uitziet dan je daadwerkelijk bent. En dat is natuurlijk zonde. In de praktijk pas ik dat zelf vaak toe door 's ochtends havermout te eten, misschien daarna nog een beetje brood. En daarna eet ik gewoon verder geen koolhydraten meer. Dus dan maak ik vaak nog een omelet. Ik maak nog iets van een salade met bonen. En dan ben ik eigenlijk gewoon heel goed de dag doorgekomen zonder dat ik honger heb of van die energiedips en pieken heb. En dat is sowieso een manier waarop ik je kan aanraden om te eten als je iets gezonder wil eten. Maar gewoon even in het kader van je goed voelen in je bikini is dat een hele goeie. Zoals ik net al even zei, is het een beetje aan de late kant om nog helemaal in tip-top shape te komen voor de zomer. Maar met fitness kun je ook nog wat dingetjes doen. Stel je hebt de volgende dag iets waarbij je in je bikini gaat, dan kun je nog wel de dag van tevoren even een hele goede core training doen. Dus een training waarbij je vooral je buikspieren gebruikt, je rugspieren. En je zult merken dat de volgende dag je spieren net wat strakker staan, waardoor je meteen er weer wat slanker en platter uitziet. Ook wat extra cardio training, waarvan je hartslag lekker omhoog gaat, kan ook nog helpen. En let er wel op dat je geen hele zware krachttraining de dag van tevoren doet. Want dan zullen je spieren nog net wat meer vocht vasthouden omdat ze dus gaan herstellen. En dan ben je net wat meer opgezwollen dan dat je normaal bent. Dus dat is iets wat je beter niet kunt doen. Als laatste wil ik je meegeven om je er vooral niet te druk om te maken. Heel vaak hebben we zelf zoiets dat je denkt van, oh, mijn benen mogen nog wel wat dunner of oh, mijn buik is niet zo plat. Maar als je dan aan anderen vraagt van, ja, wat vind jij ervan? Dan is het iemand anders nog nooit opgevallen. Geloof me. En we zijn uiteindelijk zelf onze grootste criticus en dat is nergens voor nodig. Dus relax, ontspan, maak lol en geniet er gewoon van en maak je er echt niet al te veel druk om. Maar hopelijk helpen deze tips je een klein beetje om je toch net wat beter en net wat zelfverzekerder in je bikini te voelen, waardoor je gewoon net wat beter voelt. Ik zou zeggen, ik wens jullie een hele fijne zomer. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Mijn zomer essentials zien en daarbij bedoel ik mijn favoriete slippers op dit moment. Bikinis, zonder